Helemaal welkom bij een nieuwe video. Ik heb voor jullie vandaag een make-up tutorial voor deze lente look. Ik heb deze eigenlijk gemaakt op kerstavond, zoals je op deze foto wel kan zien. En ik kreeg er zoveel commentaar op. Wel, goede commentaar om te vragen of ik er een make-up tutorial wilde van opnemen. Maar ik vond het iets meer voor de lente, met rose gold tinten en paarse en cranberry tinten en zo. Dus ik dacht, ik ga hem maken, maar dan wanneer dat de lente er is in het land. En dat is dus nu het geval. Of bijna tenminste. Dus ik ga jullie laten zien hoe jullie deze frisse lente look kunnen maken. Ik gebruik nu de producten die ik toen met kerstavond gebruikt heb. Dus een paar oogschaduws van MAC en zo. Maar je hoeft die absoluut niet in huis te hebben. Wat dat ook geldt voor al mijn andere make-up tutorials. Je gebruikt gewoon de producten die je zelf hebt. Dus laten we snel aan de slag gaan. Oké, we gaan beginnen met een oogschaduwbasis. Ik gebruik deze van NARS. En een oogschaduwbasis zorgt ervoor dat je oogschaduw perfect blijft zitten gedurende de dag. Dan neem ik het Oyster Special palet van Sleek. En dan gaan we deze twee rose gold kleuren mengen. En met een platte oogschaduwkwast gaan we deze aanbrengen op het hele ooglid. Dan nemen we het Storm palet van Sleek en dan gaan we deze bruine kleur in de arcadeboog aanbrengen met een fluffy kwast om de rose gold kleur uit te blenden. En voor mensen die kleine oogjes hebben zoals ik, die mogen de bruine kleur ietsje meer naar boven blenden, zodat je hem toch goed ziet. Dan met Cranberry van MAC gaan we de basis leggen voor onze twee donkerste kleuren. Ik gebruik een iets puntigere blending kwast daarvoor. En we gaan een buitenste V maken. We brengen hem ook een beetje in de arcadeboog, waar dat we de bruine kleur hebben aangebracht. En straks met een blending kwast gaan we er nog even over om die kleuren mooi samen in te blenden. Dan gaan we een mix maken van Sketch en Shadowy Lady. Deze twee donkerpaarse kleuren. En die gaan we echt helemaal in de buitenste ooghoeken aanbrengen om die nog wat donkerder te maken. En met deze kleuren gaan we niet zo heel ver in zoals dat we met Cranberry gedaan hebben. Maar concentreren we vooral op de buitenste kant. Ook voor mensen die kleine ogen hebben, de donkerste kleuren niet te ver binnenin brengen. Omdat we dan onze ogen nog gaan verkleinen. Dus we blijven mooi aan de buitenkant. Dan het laatste wat nog op onze kwast zit, gaan we op de onderste waterlijn aanbrengen. Dan voor highlighter gaan we terug naar het Oyster Special palet en gebruiken we deze vanille kleur. En die brengen we aan onder de wenkbrauw en in de binnenste ooghoeken. En nu dat alle onderdelen van de oogschaduw aangebracht zijn, gaan we onze fluffy kwast nog eens nemen en gaan we alles mooi uitblenden. Als laatste eyeliner en mascara. Voor blush gebruik ik deze MAC Gleeful. En omdat het toch lente is, gaan we een highlighter aanbrengen. Ik gebruik deze uit het Sleek Contour Kit. En voor onze lippen gebruik ik deze Liquid Lipstick van NYX.
En dat is mijn frisse lente look. Heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende. Ciao.